Het belang van succesvolle bestrijding van corruptie binnen de douaneprocessen was de insteek van de 6e anticorruptiediscussieavond gisteren in het Self-Reliance-gebouw. Angelique Del Castillo, voorzitter van de politieke partij DIA 91, zegt dat er deze keer voor de douaneprocessen is gekozen omdat elke burger te maken heeft met de efficiëntie of inefficiëntie van de processen op de Surinaamse havens. Wanneer deze diensten te dure prijs hebben, en dat komt niet, want er worden sowieso heffingen gehesen, invoerrechten zoals we dat kennen, maar er zijn nog een heleboel andere soorten belastingen die betaald worden, bij de douane zoals we dat noemen, dan heb je al een toevoeging op de prijs. Als er daarbij nog meer kosten komen omdat processen te traag lopen en mensen betalen om te versnellen, of omdat gewoon de wetgeving niet correct wordt nageleefd, of omdat er vaak ontheffingen worden gegeven, worden verleend voor mensen die dure producten brengen, dat ze geen invoerrecht hoeven te betalen, betekent het één dat jij als burger duurder voor je product moet betalen, want natuurlijk de persoon, de importeur, doet het niet uit zijn eigen zak, hij gaat het verhalen op de consument. Ten tweede betekent het ook dat je oneerlijke concurrentie krijgt, omdat producten binnenkomen, de een betaalt wel, de ander betaalt niet. De een krijgt het binnen 6 weken, de ander krijgt het binnen 3 maanden pas. Dus je krijgt een oneerlijke situatie. En daarnaast ontbeert de staat ook heel veel geld, heel veel inkomsten. Belastingspecialist Stanley Essayas haalde aan dat als er gesproken wordt over corruptie, er gekeken moet worden naar de cultuur en structuren van de Surinaamse wetgeving. De wetgeving laat veel ruimte voor zaken die mis kunnen gaan, zegt Essayas. Die veel ruimte laten voor fouten, dwalingen, willekeur, misbruik. Waaronder wij vaak ook corruptie plaatsen. Toch? Mensen praten vaak over corruptie, maar wanneer wij praten over belastingverlies, belastingontwijking en ontduiking, is het merendeel daarvan bestaat uit eigenlijk gewoon dwalingen en fouten. Die mensen maken die zij anders niet zouden maken wanneer wij dingen beter hadden geregeld. De anticorruptiediscussieavonden zijn onderdeel van de serie Stof tot Nadenken van DIA 91. Del Castillo zegt dat alle discussies in een boekvorm worden uitgegeven, zodat de kennis en informatie niet verloren gaan.